die gaan we hierin leggen. Goed, voor mij kan het ook met gold. Dus voor mij aluminum brass of gold. Oké, ja, mooi. Gold zegt ook gewoon. View. Ingot cast. Oké, 8 ingots van gold zitten er nu maar in. Dus. Zou 3 gewoon zo moeten doen. Alright. Dit is gewoon een hele simpele manier om aan je ores te komen. Ik gooi er nog wat meer ijzer in. En. Wat meer tin. Hoeveel bars? 4. Ik moet opletten dat er nog 4 in zit, dan dat ik niet te ver ga. Kijk, kom op. Ik heb nog 1. Oké. Okay. 8 aardingen zitten erin, 8 tin. Via tin en koper krijg je brons. Weet je wat? Koper gaat er nu ook in. Okay, nice. Goed, dit is gewoon even een hele simpele manier hoe ik het het liefste doe. En 4 ijzer, nog 3 ijzer nu. 2, als deze klaar is volgens mij. Ja, mooi. En dan nu de allerlaatste. Ik wil even zo meteen kijken hoeveel we hebben ervan. We hebben gewoon brons, tin en koper. Oké, koper wil ik even als eerste uit hebben. Want we hebben er nog meer van nodig, blijkbaar. Of nou ja, nee. Niet meer met deze staat. Oké, okay, van beide 6. Oké. Okay. Dus ik kan gewoon dit hier blijven gebruiken. Goed, wat ik eigenlijk wil, is een tool. Alleen het rottige. Ik ga. En ik wil dingetje nodig hebben. En daar heb ik dus nog altijd een smelt van nodig. Dus invar. Invar. IJzer. En pure nickel dust. Oké. Okay. Het is toch eventjes een proces voor later. Ik denk dat ik het ga houden bij een bronzen zwaard. Maar ja, een bronzen woord. Dus. Wat willen we? We willen een zwaard hebben. Gewoon een broodsword. Sword. Oké, okay, sword blade, white guard en een handle. Even onthouden. Dat zijn dus 2. Oké, okay, voor nu kan het wel. Oh wacht, ja, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Volgens mij. Oké, okay, dit is een wild gokje van mij. Ik weet niet zeker of dit werkt. Voor mij werkte het, maar ik kan ook zeggen dat het helemaal niet werkt. Oh, crap.
Zei ik toch. Jungle Wood. Gewoon heel simpel. Via Rubberwood. Dus het werkt gewoon. Mooi. Oké, volgende stap. Oké, als het om een broadsword ging. Sword. En een white card. Volgende stap. Deze. Je gaat deze ervoor nodig hebben. Oké. Dan ga ik opnieuw het goud erin moeten doen. Voor mij moet ik maar twee ingots erin doen ofzo. Doe ik maar even twee in. Tegelijk haal ik even brons zo eruit. Oh nee, nee, brons moet helemaal niet uit. En ik ga hem helemaal maken uit brons. Tin moet er nu uit. Hoeveel tin zit er nog in? 1. Mooi. Goed. Die. Goud naar beneden. Oeh. Maar. Oh. Dat wist ik dus nog niet. Eén zo'n dingetje kost 2 van die golden dingen. Dus dat betekent dat ik, ja, misschien kan ik wel iets van stoombout maken ofzo. Ik heb nu deze. Ik wil eerst ook die andere platings hebben. Oké, blok of iron. Hierin. Oké, is dit hier allemaal meenemen? Het gaat allemaal naar beneden. Al deze tafels. Ik moet ook als beneden beter gebruiken. Oké. Okay. Twee hier neerzetten. Dat zijn die twee. Die in de pattern chest. Paardbeelden moeten naast. Woeps. Mooi. Oké, zit er weer een klein beetje goud in. Oeps. Ik heb nu dus een cast gemaakt zonder dat er iets in zat. Oftewel, die moet ik alweer erin gelopen stoppen. En de fuel is ook echt heel erg laag nu. Oké. Als ik nou die erin zet, die nu ook. Right. Nu nog even wachten op het laatste beetje. Dat was echt zo'n heel dom foutje van mij. Oké. Okay.
mooi. Dan zie ik echt gewoon dat het om één ding het is. Ik kies alles goed onder elkaar zetten, dus dat is die. Oké. Dit klopt helemaal. Floorplate. Dan deze. Dan. Nou, ik vind een chest bijvoorbeeld wat ik nog niet ga gebruiken. Maar eerst, ready to roll. Klik op mijn zwaard. Run stool rod. Bronze. Reinforced en een stonebound. Geen stonebound. Oké, dit is minder durability. Hetzelfde aantal hartjes. Oké. Achievement get. Prepare to fight. Wij hebben een broadsword. Hij is misschien niet stonebound, maar fuck it. De ene diamond die we hebben, die ga ik erop gooien. Want ik wil dit zwaard misschien nog wel veel langer gaan gebruiken. Dus dan terug hier naartoe. We pakken het zwaard. Durability plus 500. Dus zoals jullie zien. Broadsword. Modifier remain 2. Dus. Ah. Of nou CSP Sword noemen. Oké, ja, maar dat is eigenlijk niet. Dan moet je echt een nieuwe. Oké. Dus weet je wat? Ga jij eens dood? Achievement get, enemy slayer. En zoals jullie zien, is het balkje nog maar heel weinig weg. Dus bedankt extra durability. En beste kijkers, jullie bedankt voor het kijken naar deze sessie van Tekrol 2. Ik weet dat we een beetje heel veel hebben rondfuck om dit een beetje werkende te krijgen. En ik weet dat ik het sneller werkende heb gekregen bij de... Hoe heet het nou? Ik weet wel toen die naam heet. Met de Campbell's Chest serie. Ik weet dat ik het daarna sneller had. Maar fuck it. Dit werkte ook. Maar ja. Dit is gewoon echt zo awesome. Goed. Aanlopen nog ga ik er nog heen gooien. Brons. Koper. Hier iets anders. Wacht, misschien trouwens. Ik heb geen zin om hem waarschijnlijk elke keer opnieuw te repareren. Oké, dat is nog iets voor deze sessie. Dat is dan echt het allerlaatste dat we meer mos verzamelen. Dus we hebben er een stuk of 8 nodig. Wacht, ik zoek het er veel snel op. Ball of Moss. Oh. We gaan er 8 nodig hebben voor één zo'n dingetje. En wij hebben weer nog 9 van die zenuwen nodig. Dat is ook nog wel een redelijk aantal. En dat wordt ook gewoon nog voor deze enkele sessie. Hier. Je kan het wel zo makkelijk vinden. Tenminste. Voor mij moet je er in de juiste biome ook nog voor zijn. Gelukkig hebben wij de juiste biome hier dan naast zitten. Right, we hebben er al 7. Dat is al bijna één zo'n dingetje. Alright. Zo 1. We hebben er al meer dan een stack dan nodig.
Want niet dat ik het erg vind. Niet dat ik het raar vind. Oh, nog een vetbank. Nice. Hier was help. Oh god, het begint te laggen. Volgende aflevering gaan we. Oh. Nog eens er overal mee. Gaan we ook eigenlijk proberen om nog wat meer tools zo goed te krijgen. Misschien kan ik gewoon een pickaxe gaan. Wie weet. Misschien dat ik wel gewoon verder ga diggen. Dat ik wat diamonds ervoor eens ga halen. Dat ik uiteindelijk naar de nether kan gaan. Om misschien via netherrack alles te regelen. Kan ook nog. Maar goed. Dit was Drew Riddleton. Dit was Tech World 2. En ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. En het is gewoon tot ziens.